Voor Daniel en Joep, een filmpje. Ah. Kijk, dit... Ja, nou, jeetje. Heb jij... Ja, die... Daar kom jij een beetje vandaan. Ja. Toch? Ik lach nog even. Niet lullig bedoeld, maar ik heb dit hier is hij aan het bellen over jou. Ik heb dit filmpje ingeleverd. Ja. Ik lig hier... Het komt allemaal van jouw telefoon, toch? Ja, of niet? Ja. Nee, maar dat is, jij hebt, dit gaat over de verpleging. Tekort, neem ik aan. Tekort filmpje? Nee, ik bedoel, ik neem aan dat het nog een tekort is. Dat lastig plaats. Ja. Lijkt me sterk dat het nu eens gaat over te veel mensen. En heb jij, klopt dat, dat jij op de IC hebt... Nee, bijna. Oh, bijna. Maar ze zagen me, toen hebben ze me geweigerd. Ja, maar klopt... Ja, ik was de eerste patiënt, niet met COVID in het AMC... maar wel op de COVID-afdeling. Oké. En dus ik was zeg maar de BN'er die het opende. Ja. En, en dat was... ja, dat was echt heel... Ja, ik kan niets verkeerd zeggen over wat daar op je afdeling... hoe goed er gezorgd is. Dan lag je ook op je buik, dus je weet niet precies wat er gebeurt. Ja, ik lag daar... Ik lag daar goed, lekker. Ja, dus, maar ik merk dat je dus echt helemaal niks... ik ga er niks... je hoeft ook niets lulligs te zeggen. Ja, ik moet er misschien binnenkort weer naartoe. En als ik dan hier iets lulligs heb... Ja, je hebt een stripkaart. Dan pakken ze mij. Ja. Maar je kent het ziekenhuis inmiddels sowieso best wel goed, toch? Want jij hebt de ene Tia na de andere. Nee, maar dat is wel zo. Want ik heb je nog vaak gesproken. Ja, lig ik in het ziekenhuis, ja. Ja. Meestal lig je in het ziekenhuis. Ja, ik heb nu... Ik ben nu even snel hier. Ja. Maar het is... moet trouwens... Maar er staan mensen achter het decor. Ja, zeker. Ik ben hier, ben hier per ambulance gekomen, jongen. Ja. En heb je daar... natuurlijk heb je geen fijne tijd gehad. Maar hoeveel keer heb je... Nee, dat viel mee. Want ik was gewoon hartstikke ziek. Ja. En dan maakt het je eigenlijk geen reet uit. Dus ik lag de hele dag te snurken. Ja. En op een gegeven moment... niet letterlijk. Maar toen las ik wel, wat ik zo half op de tv zag... dat je eraan dood kon gaan. Ja. En ik zeg, het maakte me geen reet uit. Of je dood ging of niet? Nee, en mijn familie ook niet. Nee. het was echt, maar niemand... Dit wordt geknipt. Als heb ik een kut kerstdiner. Nee. Ja. Maar en op een gegeven moment werd ik weer beter. En toen wilde ik wel weer door. Maar doodgaan, er is echt geen reet aan. Nee. Joep, die pakken, die mensen in die pakken, dat lijkt me zo heftig. Dat je dus de hele tijd die pakken ziet. Ja, want later in Amsterdam op de Elandsgracht kwam ik een beeldschone verpleegster tegen. Die zegt, meneer Van Dijk, ik heb u 10 dagen verpleegd. Ik zei, nou, dan had je wel even kunnen laten. Was die pratende vuilniszak aan je been? Ja. Ik was helemaal, Ja, maar dat is zo heftig. En dat heb je nu in het klein nu met die mondmaskers. Ik ben een van de weinige mensen... voor wie het de verbetering was. Maar in principe ga je nu ook weer op scholen straks. Iedereen gaat zich weer tonen op de een of andere manier natuurlijk. En dat kan ik me voorstellen als je in het ziekenhuis ligt. En als je nu in het ziekenhuis komt... dan is de kans vrij groot dat je niet gevaccineerd bent. Dus dan komt er een soort raar... Dan is het een beetje eigen schuld. Dat wordt ook niet gezegd, of wel? Door de portier? Ik heb het nog niet gehoord. Lijkt me wel leuk. Gevaccineerd? Ja. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ja. Maar even hoor, over dat hele doodgaan. het maakt je toch wel uit als je je kinderen niet meer ziet. Ja, wel, maar niet op het moment dat je ziek bent. Toen ik weer beter werd, dacht ik moet niet doodgaan. Maar was je zo ziek dat je dacht, laat me hangen. Ik was eigenlijk alleen maar een tukken aan het slapen. En ik dacht, wauw. En slaap je dan van de ziekte of van de medicijnen die je dan krijgt? Geen idee. Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Iedereen, mijn bezoek zat ook helemaal in de vuilniszak. Dus ik wist niet, later zei mijn vrouw, ik ben 5 keer bij haar. Ik heb het niet gezien. Ze stuurde ook gewoon allemaal andere mensen. Ja. Die hadden helemaal geen schijnt. Gewoon de buren wil die jij... familie uit Harskamp is 3 keer bij mij geweest. 3 keer. En die stond alleen maar aan mijn bed. Het is godverdomme je eigen schuld, lul, dat je ziek bent. Klootzak. He, want je gaat maar en je werkt op zondag. En heeft het je ook een beetje veranderd? Dat je dan zo ziek bent geweest? Of, ik heb het niet alleen over dit, maar alle keren dat je
dat je in en uit het ziekenhuis moet. Heeft het je nederiger gemaakt of heeft het je moediger gemaakt? Nee, niet moediger, niet nederiger. Ja, je bent ziek. Ja. En je wordt, ik heb alleen enorm respect voor die artsen en verpleging gekregen. Maar snap jij dat het moraal bij de mensen op die IC-afdelingen wel echt tot op het dieptepunt is gedaald? Ja, zullen we eens even terug naar het nieuws? Nou, ze waren wel. Ik heb wel gezien wat die mensen daar. En dan echt, je mag niet vloeken, maar wat ze godverdomme allemaal gedaan hebben. Daar is ongelooflijk. Toen ik daar lag. Toen, ik weet het, bepaalde populariteit heb ik. Iedereen kwam, het werd heel druk op die afdeling. Binnen een paar dagen was het echt honderden mensen. En ik heb er nooit mensen zo keihard zien werken daar. En dit was een jaar meer? Dit was 14 maart. Ja, zeg, je was er vroeg bij. Het was op mijn trouwdag. Oh, wat zegt dat, Joep van Teck? Ja, bedoel. Tot de dood dan schijnt. Ja, je had bijna een hele gelukkige vrouw. Ja. Maar maakt het je dan coronagekjes en zo? Maakt dat jou dan wel nog kwaad? Nee, want iedereen moet het zelf weten. Iedereen moet het lekker zelf weten. Als ik maar niet op dansles bij die Willem Engel hoef. Iedereen moet doen wat hij wil. Maar het gaat toch ook om andere mensen besmetten? Ik bedoel, als jij zo ziek bent geweest... Ben jij gevaccineerd? Zeg ik niet. Oké. Okay. Ik ben zeker gevaccineerd. Ja? Ja. Absoluut. Twee keer. Ja, maar Joep heeft het gehad en die is twee keer gevaccineerd. Dus jij kwam echt lebberend er binnen, net. Ik heb voor het eerst getonkt met Joep van Dekker van mijn leven. Dat kan je nu gerust doen. Kan je zeggen dat is een behoorlijk klusje. Ja, dat is het. We gaan even naar het nieuws van deze... Ik ben niet meer zindelijk. De IC zal moeten opschalen, zeker nu COVID een virus blijkt... dat blijvend voor patiënten op de IC zal zorgen. Er is wederom een tekort aan verpleegkundigen op de IC's. Er worden nog steeds te weinig mensen opgeleid... en veel medewerkers vinden hun werk op de IC uiteindelijk heel zwaar. Naast de nachtdienst worden hun taken steeds ingewikkelder... terwijl daar geen extra salaris tegenover staat. Ook is het werk emotioneel uitputtend. We hebben, dit was het nieuws, hebben eigenlijk best veel gemeen met IC-artsen. Wij werken ook in de avond, hebben het ook rete druk. En we hebben ongeveer evenveel kans om Joep van het Hek tegen te komen. Hey, internetgebruiker, dit was de video alweer. Tandtekort. Gelukkig zijn er meer video's. Lid, abonneer je of klik hier op de video. Wel jammer van je data. Kijk maar. Nice.